Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Straks praten we met Wim van Baal. Hij is nieuw in de Tielse politieke arena, maar we beginnen deze aflevering met een gesprek met Inge Jouwstra. En zij is de nieuwe fractievoorzitter van ProTiel. Inge, van harte welkom. Nieuw bij ProTiel als fractievoorzitter, maar ook betrokken geweest bij de oprichting van diezelfde partij al heel lang geleden. Ja. Hoe zit dat? Nou, we zijn inderdaad 15 jaar geleden zijn we gestart met inderdaad gewoon een enthousiaste groep met mensen die inderdaad gewoon wouden bekijken vanof het in politiek ook anders kon. En dat heeft ongeveer een jaar lang geduurd en daarna zijn we naar buiten getreden. En we hebben in de eerste verkiezingsronde meegedaan in 2002. Als een bom toen binnengekomen, hè, met 8 zetels. Ja, zeker. Dat ging heel hard, ook als verrassing voor ons. Jij bent politiek betrokken. Van waar die interesse? Ik ben ondernemer in de binnenstad van Tiel al heel lang. Ik kom ook uit een ondernemersgezin. En ik heb inderdaad in die tijd ook wel ervaren van dat soms inderdaad dingen gewoon in contacten met de inwoners eigenlijk niet altijd even prettig verliepen voor beide partijen. En van daaruit had ik zoiets van, ja, zaken zouden toch ook anders moeten kunnen. Je zou inderdaad meer naar elkaar moeten luisteren. En inderdaad ook moeten kijken van of je met elkaar een oplossing kan werken. En ik had het gevoel dat dat op dat moment in Tiel gewoon veel te weinig gebeurde. En ik vond dat als je inderdaad gewoon die mening hebt, dat je ook inderdaad zou moeten proberen om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Om te kijken of het anders kan. Ja, dus niet alleen roepen vanaf de zijkant, maar ook daadwerkelijk mee willen doen. Zeker, dat is erg belangrijk. Goed, met 8 zetels begonnen, maar uiteindelijk nu nog maar 2 zetels over in ProTiel. Ik zeg maar, natuurlijk is het hele spectrum veranderd. Maar vind je dat ProTiel succes heeft gehad met wat ze in eerste instantie wilden betekenen in het Tielse? Nou zeker, we hebben denk ik inderdaad door de tijd ook inderdaad laten zien, inderdaad ook in Tiel, dat het dualisme inderdaad een hele belangrijke rol speelt. En ja, goed, ook hier was het natuurlijk nodig dat we met elkaar allemaal wakker geschud werden. En dat was natuurlijk gewoon een hele belangrijke doelstelling op dat moment. Dat we lieten zien als inwoners dat het ook anders kon in de politiek. En in de loop der jaren zien we ook echt dat het heel erg hard is veranderd. En dat ook bij de oudere politieke partijen ja, dit allemaal opgepikt wordt. En dat is een heel belangrijk doel geweest. Niet alleen voor ProTiel, maar van vele andere lokale partijen in Nederland. Nou, ik doel eventjes als je het op een afstandje beschouwt, van 8 zetels nu naar 2. Dat betekent dat die kiezer niet is meegegaan met wat jullie willen. Nou, ik denk dat het anders zou moeten zien. Het is natuurlijk inderdaad toen een hele roerige tijd geweest. Heel Nederland stond op zijn kop. En we hadden rondom Pim Fortuyn, hè? Ja, dat het inderdaad allemaal overhoop gegooid moest worden. Nou, je weet eigenlijk van tevoren dat als je inderdaad op zo'n grote manier in de raad komt, dat het weer terug gaat zakken inderdaad naar normale proporties. Nou, en dat is eigenlijk inderdaad hetgene wat gebeurd is in de loop der jaren. Ook wij hebben natuurlijk als partij heel veel ervaring op moeten doen. Ja, en we zien inderdaad ook al van dat je inderdaad daar een goede nuance in moet vinden. Ja, dat heeft helaas bij ons inderdaad geuit in 2 zetels. Maar aan de andere kant zijn we heel blij dat de lokale partijen in Tiel inderdaad wel een hele belangrijke rol zullen blijven spelen. In zijn totaliteit. Er zijn uitspraken over gedaan. In zijn totaliteit hebben wij inderdaad gewoon nu als lokale partij in Tiel natuurlijk een hele belangrijke rol. En dat is eigenlijk het doel geweest inderdaad waar wij mee gestart zijn. Andere lokale partijen hebben er al over gesproken, over een soort van samenwerking. Sociaal Tiel heeft zich daarvoor uitgesproken. De PVDB met de monden van Pieter van den Burg staat er ook niet onwelwillend tegenover. Hoe ziet ProTiel dat? Nou, wij werken eigenlijk al jaren met elkaar samen. En maar nog een stapje verder, hè? Als één partij, net zoals in Nijmegen. Daar is ook 1 lokale partij uiteindelijk geformeerd. Ja, wat de toekomst brengt, dat weten we natuurlijk nooit. Maar op het moment dat je elkaar beter leert kennen, ontstaan er meer op contacten. En ja, zeg nooit nooit. Dus jullie staan er ook niet onwelwillend tegenover? Nee, zeker niet. Goed, eventjes een stap maken. Rolf Omanahutu heeft aangegeven dat hij het te druk had om zijn rol goed te vervullen als fractievoorzitter. En toen kwam Inge Jouwstra daar. Ja, het was ook voor mij natuurlijk een beetje verrassing. Want ja, Rolf ging er natuurlijk vanuit van dat hij inderdaad in ieder geval de volle 4 jaar zou zitten. Maar ja, in de praktijk is inderdaad gewoon gebleken dat het voor hem niet meer haalbaar was. Omdat het veel drukker werd in zijn werk. En toen kwam ik eigenlijk in het oog. Ik heb er wel even over na moeten denken, omdat ik net zelf wel door familieomstandigheden een bewuste keuze had genomen om een stap terug te doen. Maar je bent een van de oprichters van Tiel en ik vond dat ik weer goed in mijn vel zat. Ik had weer veel interesse voor alle zaken om me heen. Dus ik vond dat ik dit moest doen en samen met de partij moeten we daar zeker iets van kunnen maken. Als we jou moeten omschrijven als politicus, hoe zouden we dat doen? Ben je een pitbull?
Nee, ik ben eigenlijk wel iemand die graag een beetje op de achtergrond staat. Op een bepaald moment kan ik inderdaad een beetje blaffen, maar ik vind dat altijd nog steeds inderdaad gewoon moeilijk. Moeilijk. Het is altijd makkelijker om het inderdaad te bedenken en in een klein comité inderdaad met elkaar te bespreken. In die arena is het een ander verhaal natuurlijk. Ja, en op het moment dat je het naar buiten moet brengen, dan wordt het natuurlijk altijd wat moeilijker. Maar aldoende leert me, maar nu zal ik er echt inderdaad voor moeten gaan. En daar heb je hele goede scholingen voor in Nederland en die kunnen we vast wel bijspijken. En daar ben je ook actief mee bezig, ja. Met die scholing? Ja. Heel goed. Als je nu kijkt naar het spectrum van nu, hè, wat er allemaal speelt binnen de Tielse politiek. Baart jou dat zorgen of gaat het wel goed? Nee, wat me natuurlijk gewoon meer zorgen baart, dat is eigenlijk van hoe het in Tiel inderdaad financieel gaat. Maar daar staan we niet als enigen in als gemeente in Nederland. En het is natuurlijk gewoon jammer dat we in het verleden heel veel hebben kunnen doen met elkaar. Want dat is het. Je luistert naar je inwoners en je doet het toch in samenwerking. En nu kunnen we gewoon veel minder met elkaar. Maar we zijn daarom wel blij dat we een motie als kadermuur hebben kunnen indienen. En dat we nu inderdaad gewoon de jongeren zelfs bespreekbaar hebben kunnen maken voor Tiel. Ja, die twee moties. De kadermuur, het lijkt een beetje onbenullig, maar dat is het zeker niet. Die kadermuur is al honderden jaren oud en die staat er heel slecht voor, hè? Nou, zeker. Dat is gewoon inderdaad zonde voor Tiel. We hebben een heel mooi stukje aan de Waal. We willen daar graag in de toekomst wat gaan veranderen. Als je natuurlijk al heel veel jaren zit met een slechte kadermuur, moet je op een bepaald moment toch gaan afwegen of het niet goed is om daar nu echt mee te starten. Zodat ook dat stukje van Tiel gewoon mooi blijft en dat we ook de cruiseschepen kunnen ontvangen. Ja, en economisch gezien natuurlijk ook hartstikke belangrijk dat die kadermuur gewoon weer in ere hersteld wordt. Ja, zeker, want er komen verschillende cruiseschepen aan en dat is weer heel belangrijk voor het toerisme in Tiel. En dat willen we graag juist met elkaar uitbreiden. En het is natuurlijk gewoon doodzonde dat het zo blijft liggen. Want geld is er dus niet om dat te herstellen. Nee, maar als je niet weet wat het kost, dan kun je ook heel erg moeilijk met elkaar naar de keuzes maken. En het is natuurlijk niet het laatste jaar van dat dit er zo bij ligt. Het is alleen erger geworden. En je moet gewoon kijken hoe je dat met elkaar inderdaad kunt oplossen. Dus eerst onderzoek? Nou, dat is inderdaad het allerbelangrijkste nu. En dat is niet alleen voor de gemeente Tiel, maar er zullen ook externe partijen inderdaad vast als vakman iets over moeten zeggen om te kijken inderdaad van wat de oplossingen zijn. 22 hebben jullie ook aangegeven, dat pand. Dat zou ook iets kunnen betekenen voor de jeugd van Tiel. Dat doet het eigenlijk al. Ja, het is natuurlijk ooit gebouwd als jongerencentrum. En dat is inderdaad in de loop der jaren is dat natuurlijk allemaal een beetje veranderd qua verbruik. Maar we zitten natuurlijk al heel veel jaren dat de jongeren in Tiel roepen om een jongerensoos. En we hebben te maken inderdaad met kleine groepen overlastgevende jongeren. We willen heel graag inderdaad van dat daar natuurlijk iets mee gebeurt. Dat die jongeren inderdaad toch zich wat beter gaan gedragen. Ja, het betekent natuurlijk ook dat je ze opvangmogelijkheden moet geven. En jobs is inderdaad onvoldoende voor deze groep. Maar we hebben gezien in het verleden ook dat dat te veel geld kost. En geld hebben we niet. Dus mooie plannen, maar hoe gaan we het financieren? Nou, daarom hebben wij ook aangegeven. Je moet het gewoon samen gaan doen. Want er zijn diverse organisaties, ook inderdaad die in aanraking komen met jongeren. Maar in ieder geval organisaties die inderdaad gewoon de roep hebben om op bepaalde momenten kleine ruimtes te kunnen gebruiken. Daar zou 22 natuurlijk een hele mooie locatie hiervoor zijn. En je kunt ook bijvoorbeeld inderdaad denken aan een wijkagent die op dat moment inderdaad spreekuur houdt. In de algemene beschouwing heeft ook iemand bijvoorbeeld opmerking gemaakt van Clisteo. Van dat je die misschien inderdaad een ruimte geeft. Dat is gewoon veel breder inzetten. Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want dan kun je samen inderdaad gewoon de kosten opbrengen. En dan wordt het wellicht inderdaad betaalbaar voor alle partijen. Inge, tot slot, als ik als kijker van StadsTV Tiel ProTiel zie, jou en dit persoon, waarom zou ik op ProTiel stemmen of in ieder geval jouw vereniging, jouw club aanhangen? Waar staan jullie voor? Ja. Nou, het belangrijkste is natuurlijk van dat wij inderdaad gewoon luisteren naar de inwoners en juist wij geen politieke kleur hebben qua achtergrond. Dus bij ons is het een mix inderdaad vanuit allerlei belangen en puur gericht op de lokale politiek. Nou, goed. We blijven ProTiel kritisch volgen. En als er iets is, dan melden we ons weer. Dankjewel. In deze aflevering van het Koetshuis nu te gast Wim van Baal. Hij is een nieuw raadslid voor de VVD in Tiel. Wim, van harte welkom in het Koetshuis. Dankjewel. Om maar met de deur aan huis te vallen, wie is Wim van Baal? Wie is Wim? Ik ben een echte Tielenaar. Ik ben hier geboren. Ik werk hier en ik woon hier. En al jarenlang betrokken bij de Tielse politiek, maar wel aan de zijkant althans. Ja, daarvoor ook wel ook al maatschappelijk betrokken bij Tiel. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben een aantal jaren voorzitter geweest van Tennisclub Groenendaal.
Ik heb een aantal jaren de functie mogen bekleden van Gert-Jan van Inge. Maar dan vanuit vrije tijd. Je bedoelt stadsmanager? Ja, stadsmanager, ja. Maar dat heette toen nog niet zo. Je was voorzitter van de Tielse ondernemersvereniging. We hadden toen ook de slogan, het is in Tiel te doen. En dat was nog de oude tijd, zeg maar, met Henk Govers, Peet Campagne, Gert van Druten, et cetera. Ja, dat was wel een hele mooie tijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Vervolgens ben je ook lid geworden van die VVD en in het bestuur. Jarenlang actief geweest, zelfs als voorzitter. Ja, dat was begin jaren 90. De politiek interesseerde mij, triggerde mij ook. Ik heb toen vanaf die tijd, zeg maar begin 90er jaren, aan de zijkant meegehobbeld. Diverse functies ook bekleed. Ik ben ooit begonnen om Joris Voorhoeven naar Tiel te halen. In een roerige tijd met de 2% looneis uit de zorg. Mm-hmm. Ik deed toen de PR in die tijd. Langzaam nog wat andere functies mogen bekleden als vicevoorzitter. En ook een aantal jaren voorzitter geweest. En nog eens weer, daarna weer een aantal jaren vicevoorzitter. Om een nieuwe voorzitter weer in te werken. En op een gegeven moment is er dus een trigger geweest om daadwerkelijk die arena in te gaan. Raadslid zijn. Ja. Van waar die ommekeer? Nou, als je dus 24 jaar, 25 jaar aan de zijkant hebt gehobbeld. Dan is het natuurlijk ook wel een keer mooi dat je actief mee mag doen in het politieke spectrum van de gemeente Tiel. Om ook een onderdeel uit te mogen maken van de besluitvorming. Van de besluitvorming die men neemt of heeft genomen. Nou, je bent in augustus geïnstalleerd. En hoe is dat bevallen als je nu deze eerste maanden beschouwt? Nou, als ik eerlijk ben, het was 26 augustus. Je gaat voor de eerste keer keurig een pak naar de raad. Je wordt dan geïnstalleerd door burgemeester Beenakker. En dan ben je toch wel een beetje zenuwachtig en gespannen. Ik heb daarvoor, zeg maar, ook al een aantal maanden meegedraaid in de commissie bestuur. Mm-hmm. Dus ik was wel al gewend om mee te draaien. Want in de commissie bestuur vond ik het onderdeel veiligheid erg belangrijk. Triggerde mij ook. En, dat is ook een punt van de VVD, hè? Om daar constant op te hameren, veiligheid. Ja, veiligheid staat natuurlijk hoog in ons vaandel. Als we dat even projecteren naar het Tielse, als je over veiligheid praat, hoe staan we ervoor? Nou, zoals ik in die tijd toen ik in de commissie bestuur heel erg actief was, kon ik wel begrijpen vanuit de cijfers dat de woninginbraken flink aan het dalen waren. Dit jaar zijn ze nog gedaald, maar wat minder. Je wordt goed geïnformeerd door de voorzitter van het college. Dat is de burgemeester, ja. Die heeft veiligheid in zijn portefeuille. Ja, in het kader van het veiligheidshuis. Cijfers, wat er zich afspeelt in en rondom de gemeente Tiel. Ja, dus Wim van Baal van de VVD is daar tevreden over? Zegt u? De Wim van Baal van de VVD is daar tevreden over die cijfers? Ja, zeker over de cijfers. En wat ik dan ook wel erg belangrijk vind, niet alleen naar cijfers te kijken, maar ook dat er nieuwe projecten worden bedacht om de criminaliteit of de criminelen, is misschien een zwaar woord, maar wel weer terug te brengen in de... Met name jongeren die in de maatschappij. Precies, die in de kansarme positie zitten, terug te brengen naar die maatschappij. Ja, en dat project waar ik toen erg bij betrokken was en nu aan de zijkant ben, was natuurlijk het SORA-project. Wat is dat? Nou, als je kijkt naar het SORA-project, dan is er een inventarisatie gemaakt van jongeren, zeg maar, die ontspoord zijn. Uh-huh. En die hebben ook bepaalde gradaties. En er is toen een vertrekpunt gekozen om met een aantal partijen te gaan participeren met elkaar. Om, zeg maar, de zwaardere criminelen toch proberen weer terug te brengen op het rechte pad in de maatschappij. Ja, hoe gaat dat in de praktijk? Want daar heeft het mee te maken, hè? Ja, de naam Zora. Ja, je gaat ook eerst kijken naar het verleden, hè? Je gaat kijken wat kost zo'n crimineel, als ik het mag zeggen, jaarlijks. Ja. Nou, dan kom je toch tot een gemiddelde uit van €35.000 per crimineel. En als je dat dan mag toch vertalen naar iemand die, zeg maar, vrijkomt of op een slechte pad is, dat hij toch een schoolopleiding wil gaan volgen en dat ik in de praktijk kan gaan volgen. En vervolgens met werk eraan gekoppeld? Ja, dan denk ik dat we met z'n allen in de gemeente Tiel op het gebied ook van veiligheid op dat gebied een hele goede koers aan het varen zijn. Ja, dat SORA-project loopt nu een aantal jaren. Heb je daar cijfers van? Hoeveel mensen zijn bijvoorbeeld op een positieve manier weer teruggekeerd? Ik heb ze niet paraat. Als ik nog in de commissie bestuur zou zitten, kon ik ze zo oplepelen. Mm-hmm.
Maar er zijn meerdere gevallen die gewoon positief werken na meerdere jaren. Ja, als je kijkt naar een 100% en we gaan kijken wat is daar op een juiste koers weer gezet vanuit dit project. Dan denk ik dat ik het goed zeg uit mijn hoofd, zeker 80% is weer op de goede weg om terug te keren in de maatschappij. Oké. Okay. Dus dat is positief. Zeer positief. Een pluim voor Hans Beenhakker, de burgemeester? Ja, niet alleen de burgemeester, zeg maar. Hij trekt natuurlijk de kar. Maar natuurlijk ook alle partijen die daarmee in geparticipeerd zijn. Veiligheid is een issue voor de VVD, zoals gezegd. Ja. Het vluchtelingenbeleid? Ja, vluchtelingenbeleid wil ik niet al te veel over kwijt. We hebben daar in de Raad ook over gediscussieerd met elkaar. Op een waardige manier en op een rustige manier. Het is ook duidelijk in de krant gekomen waar de partijen voor staan. En we leven ook in een land van democratie. En als we beginnen bij de statushouders, nou, dat is zo eenmaal vastgelegd vanuit Den Haag. Daar dienen we ons ook als politiek aan te houden. Ook deze mensen goed onderdak te geven. Want dat is nu helemaal bij de wet geregeld. Ja, goed, dat kun je allemaal zo afstellen en dat voeren we uit. Maar ja. Maakt het je, het geeft wel onrust. Ja, als je kijkt naar de recente gebeurtenissen in Parijs. Ja. Dat is natuurlijk niet voor het eerst. Het zal ook niet voor het laatst zijn. Ja. Jammer om dat te constateren, maar dat is zo. Maar als we dat projecteren op Tielse verhaal. Nou ja, laat ik het dan even nog even bij het vluchtelingenverhaal houden, als dat mag. Dan zijn wij als VVD... voor de opvang van statushouders. Uh-huh. Maar we zijn tegen de 72 uursopvang. En ook tegen de komst van een asielcentrum, een AZC. En waarom zijn wij dat? Omdat wij vinden dat het probleem niet hier ligt, maar in Europa. En wij vergelijken het maar met een flat. Als ik even dit mag afmaken, dan vergelijk ik het met advocaat een flat. Van de duivel. Ja. Wij zijn ook onderdeel van Europa, hè, als zijnde. Ja, maar je moet het ook maar zien dat we dan een onderdeel zijn van de flat. We bestaan uit een aantal verdiepingen. Ja. Boven lekt het. Het lek wordt niet gemaakt. En onderin krijgen wij water. Dus wij vinden eigenlijk dat het dak bovenin gedicht dient te worden. En dat zien wij dan eigenlijk als Europa en wereldwijd. Nou, daar heb je mooi omschreven. Ja. Tot slot van dit gesprek. Je zit er nu een paar maanden in. Mm-hmm. Gedreven, zoals altijd. Ja. Wat gaat Wim van Baal verder nog in de Tielse politiek doen? Nou, wat ik heb... misschien is het wel aardig. U gaf straks aan 26 augustus was mijn benoeming. Installatie als raadslid. Ja, dan maak je toch een avond mee wat ik zei. Hè? Je bent gespannen. En toch moet je eerst de medespeech houden. Dat was het PRIS-systeem. Vandaaruit moest ik het woord voeren namens de VVD. Dat we vonden dat dat niet verstandig was om dat te doen. Wat is dat? Dat was een registratiesysteem, zeg maar. Om de automobilist die Tiel binnenrijdt via automatische bewegwijziging een plaats aan te bieden om een goede parkeerplaats te vinden. Wij vonden dat er nog voldoende parkeerplaatsen zijn in Tiel voordat we geld zouden uitgeven aan dat systeem. Nou, dat was voor mij ook best weer een stapje verder in het presenteren van mezelf binnen de Raad. Daarna ga je als VVD samen met het CDA nog een motie indienen in het kader van vrij parkeren in de maand december op de vier grote parkeerplaatsen in de gemeente Tiel. Ja. Om de winkelier een hart onder de riem te steken in een motie van vrij parkeren. Nou, helaas moet je dan toch constateren dat een VVD en een CDA... De winkelier in de maand december. Nou, maar was het ook niet een motie voor de bühne? Ik bedoel, er was al in het weekend gratis parkeren, hè, in de maand december. Ja, dat is altijd wel makkelijk gezegd, vind ik dan. We moeten ook eerlijk zijn. Tiel is op dit moment een grote bouwput. De winkelier staat het water echt aan de lippen. Je kunt het ook zelf merken aan de leegstand die plaatsvindt in het centrum van Tiel. Maar daar kan een gemeente op zich niet zoveel aan doen, hè? Die leegstand. Nee. Ik bedoel, het heeft alles te maken met bijvoorbeeld hoe hoog zijn die huren. Dat zijn gewoon de pandeigenaren die dat beslissen. Ja, maar het zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Want als je ook kijkt naar de maand december vrij parkeren, is een onderdeel om die consument 1 in Tiel makkelijk zijn weg te laten vinden. CQ Tiel als regionale uitstraling, als centrumstad. Ook daar de consument makkelijker naar deze stad te verkrijgen. En als je ook ziet dat Hart voor Tiel op dit moment onder de leiding van Gert-Jan van Inge ook zijn goede weg is ingeslagen om Tiel aantrekkelijker en nog meer beleving te laten geven aan de consument. En dat de heer van Inge ook druk bezig is om met, zeg maar, ook vanuit de politiek gevoed, ook in gesprekken is met de
pandeigenaren die zeg maar eigendom hebben in de binnenstad, om te kijken kunnen we nog wat aan de huren doen, zoals in andere steden ook is gebeurd, zeg maar in de plaats Coevorden, dan denk ik dat we met z'n allen die winkelier weer een goede start geven voor 2016 om te kunnen overleven in deze moeilijke tijd. Zo heeft Wim van Baal van de VVD gesproken. Nou, hartstikke goed. Als je dat zo blijft volhouden, dan komt dat best wel goed. Dank je. Hey, mag ik je danken? Dank je wel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot een volgende keer.